Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Korting op Hengelsport. Het wordt steeds kouder en kouder en daarom is het verstandig dat we een paar dingen gaan aanpassen zodat de vangsten toch nog misschien een beetje mee kunnen vallen. In de winter worden de karpers dus minder actief omdat ze minder goed het voedsel kunnen verteren. Daarom is het dus verstandig om hier heel je strategie op aan te gaan passen. Vandaag ga ik het dus hebben over alle dingen die ik gebruik in de winter. Als eerste gaan we het hebben over het aas. In de winter is het namelijk moeilijker voor de karper om het aas te kunnen verteren. Daarom is het erg belangrijk om hierop in te spelen. Je kunt natuurlijk nog zeker gaan vissen met bollies met goede voedingswaarde erin. Veel eiwitten en veel vetten. Maar houd er dan wel rekening mee dat de karper hier snel verzadigd van raakt. Hij heeft dan eigenlijk geen trek meer en dan hoeft hij ook echt niet meer bollies te eten. Hou er dan rekening mee dat je van dat soort bollies dus maar echt minimale hoeveelheden voert. Een karper kan dit echt niet goed verdragen en die zal er echt niet veel van gaan eten. Daarom pas ik meestal mijn recepten aan. En zorg ik ervoor dat ik in de winter vis met aas met mindere eiwitten en vetten erin. Het liefste heb ik zoveel mogelijk koolhydraten. Koolhydraten zijn ook redelijk moeilijk te verwerken voor de karper in de winter. Maar tegenover eiwitten en vetten kun je het beste voor koolhydraten gaan. Daarom probeer ik in de winter gewoon zoveel mogelijk koolhydraten in mijn bollies te krijgen, maar wel zoveel mogelijk verschillende soorten koolhydraten. Dit maakt dat het toch een soort gevarieerd voedsel is, waardoor het toch wat makkelijker te verteren is. Daarbij zijn er talloze ingrediënten die ervoor zorgen dat de bollies beter verteren voor de karper. Daarom is het dus verstandig om ervoor te zorgen dat je bollies hebt met lage voedingswaarde en hierdoor kun je betere successen boeken. Wanneer je dus een licht verteerbare bollie hebt, dan kun je hier meer van bijvoeren dan wanneer je een bollie hebt met veel eiwitten en veel vetten erin. Nog een optie om toch meer bij te kunnen voeren is door simpelweg kleiner aas te voeren. Wanneer je een 20 mm bollie bijvoert, dan is dit al gauw 5 gram. Wanneer je er dus 200 gram van wil voeren, dan kun je 40 bollies bijvoeren. Maar op het moment dat je dit met 10 mm bollies zou doen, dan is dit dus de helft. Dan weegt de bollie 2,5 gram. En wanneer je dus aan diezelfde 200 gram wil komen, dan kun je al 80 bollies bijvoeren. Hierdoor ligt er meer aas op de bodem en zal de karper dus ook meer aasdeeltjes op moeten pikken. En dit zorgt ervoor dat de karper meer vertrouwen in je aas krijgt. Dat is toch wel heel erg belangrijk. Zeker op wateren waar de karper de bollie al snel begint te zien als gevaar. Dit wordt ook wel dressuur genoemd en dressuur komt nog in vele andere soorten voor. Daar gaan we ook nog eens een video over maken, maar nu gaat het over het aas. Naast kleine bollies zijn er natuurlijk vele andere aassoorten die je kunt gebruiken in de winter. Er zijn namelijk vele soorten particles die super klein zijn en die voornamelijk koolhydraten bevatten. Denk hier bijvoorbeeld aan mais. Mais bevat enorm veel koolhydraten en zijn in super kleine deeltjes. Dit is dus erg makkelijk te verteren voor de karper en dus prima in te zetten in de winter. Daarnaast bijvoorbeeld hennep. Hennep bevat wel wat oliën, maar deze oliën zijn goed verteerbaar voor de karper. Sterker nog, hierdoor zullen karpers de rest van het aas ook beter kunnen verteren. Deze oliën kunnen alleen goed uitlekken op het moment dat je je hennep goed kookt. Daarnaast kun je je hennep natuurlijk ook kant-en-klaar kopen en dan kunnen de oliën ook al goed uitvloeien. Wanneer je met particles bij gaat voeren en je wilt 200 gram particles voeren, dan liggen er veel meer deeltjes particles op de bodem dan wanneer je met bollies voert. Wanneer je dus echt gaat voor het vertrouwen opbouwen bij de karper en dat je wilt dat er zoveel mogelijk voedseldeeltjes opgepikt worden, dan kun je dus het beste gaan voeren met particles. Particles zijn in de winter naar mijn mening echt een topaas en je kunt ze nog altijd flavoren om extra aantrekkelijk te maken. Daarnaast maak ik in de winter vaak gebruik van extra smaakstoffen. Aangezien je maar weinig kunt voeren, wil ik toch dat de karper mijn voerstek goed kan vinden. Daarom maak ik vaak gebruik van liquids of baitboosters. Deze baitboosters moeten wel op een goede basis zijn, waardoor ze makkelijk oplossen in koud water.
Denk hierbij aan veel dingen op alcoholbasis. Alcohol lost erg makkelijk op in het water, ook in de koudere periodes. Daarom gebruik ik vaak ook flavors die gewoon op alcoholbasis zijn, zodat ze makkelijk uitvloeien. Omdat de kaper in de winter dus weinig kan verteren, zal die ook weinig energie hebben om zich te gaan verplaatsen. Kapers blijven vaak dus op dezelfde plek liggen en liggen vaak dus met groepen bij elkaar om het warm te houden. Soms verplaatsen ze nog kleine stukjes om een beetje op zoek te gaan naar voedsel, maar dit zullen vaak dus op vaste momenten zijn. Hierdoor zul je merken dat op vaste aastijden je het beste kunt gaan vangen. Zo merk ik soms dat in het najaar, zo gauw het donker wordt, dat dan de vis een beetje los begint te komen. Maar een paar uurtjes later, dan vang je ook eigenlijk helemaal niets meer. Wanneer het bijvoorbeeld om 8 uur 's avonds is, dan kun je hierop inspelen. En kun je ervoor zorgen dat je altijd om 8 uur 's avonds voert en altijd om 8 uur 's avonds aan het waterkant zit. Zodat je gewoon op de aastijden het meeste kans hebt en dus de meeste kans hebt om vis te vangen. Het is vaak een hele klus om erachter te komen en je zult gewoon op verschillende dagdelen moeten gaan vissen en natuurlijk op verschillende stekken. Want aangezien dat de karper dus veel op dezelfde stek blijft liggen, is het dus verstandig om het water eens rond te gaan en op zoek te gaan naar de stekken waar de karper zich ophoudt. Dit zijn vaak de diepere plekken, omdat de diepte gewoon minder snel koud wordt. Ook zijn er vele andere plekken waar het minder snel koud wordt, zoals overhangende bomen en in het water hangende bosjes. Dit zijn gewoon perfecte winterstekken. Ook rietkragen die in het water staan, waar de karper tussen kan liggen. Ook al is dit zo ondiep, tussen de rietkraag kan het toch wat warmer zijn. En zeker als het zonnetje erop staat, dan trekken de karpers vaak toch naar dit soort plekken toe. Mijn voorkeur is om in de winter dan ook veel te verplaatsen. Een paar uurtjes op een stek te blijven liggen, heb je niets gevangen, gewoon naar een volgende stek toe gooien. Zo een beetje het water af te vissen en op zoek te gaan naar de stekken waar je het beste vangt. Deze stekken moet je goed onthouden, want daar kun je het meeste resultaten boeken. Op het moment dat je weer op deze stekken gaat vissen, zul je zien dat je vaak beter zal vangen dan wanneer je zomaar weer ergens gaat zitten. Zorg er daarvoor voor dat je de stekken noteert op bijvoorbeeld je telefoon, zodat je altijd wanneer je naar een water toe kan gaan, even op het lijstje kijkt en dat je gewoon de plekken weet waar je kunt gaan zitten. Hiermee bespaar je een hele hoop tijd en een hele hoop blank tijd. Want je ziet wel aan mijn video's de afgelopen tijd, zonder goede aanpak ga je gewoon niets vangen. Omdat de karpers in de winter dus geneigd zijn om zoveel mogelijk op dezelfde plek te blijven hangen, voer ik ook dus voor langere tijd voerplekken aan. Waar ik normaal meestal maar een paar dagjes tot een weekje voerde, voer ik nou hele weken achter elkaar dezelfde voerplekken aan en ga ik deze langzaamaan afvissen. Nu begint de rotzooi een beetje weg te trekken bij het kanaal, dus vanaf deze week zal ik dus ook de eerste sessies gaan nachtvissen op de voerstekken. Ik hoop dat het zijn vruchten af gaat werpen, want ik ben hier iedere dag voor op en neer gereden en iedere dag dus kleine hoeveelheden gevoerd. Waar ik in de zomer vaak een kilo tot soms anderhalf, 2 kilo voer, heb ik het nu gehouden op zo'n 250 gram per stek. Ik heb dus ook verschillende voerstekken aangevoerd, zodat je altijd een backup hebt. Ik heb namelijk 4 voerstekken aangelegd en deze gaan we langzaamaan allemaal afvissen om te kijken welke stekken het beste werken. Ik heb dus ook verschillende soorten stekken aangevoerd, hele diepe stekken, minder diepe stekken en ondiepe stekken, zodat je toch op verschillende momenten verschillende dingen uit kunt testen. Zo hoop ik er een beetje achter te komen waar de vis zich ophoudt en hoop ik dat hierdoor de vangsten ook zullen verbeteren. Want wanneer je de vis gevonden krijgt, ga je sowieso meer vangen. En dat geldt zeker voor de winterse periode. In de winter wordt de karper dus slomer en zal die dus ook slomer gaan azen. Daarom is het belangrijk dat je hier je onderlijnen op aanpast. Waar ik in de zomer 20 tot 25 centimeter aan onderlijn gebruik, gebruik ik in de winter eigenlijk maar 10 tot 15 centimeter onderlijn. Dit zijn veel kortere onderlijnen en dit zorgt ervoor dat de haak gewoon sneller in zijn lip komt te zitten. Want je hebt eigenlijk het lood eraan zitten en je hebt dan je onderlijn,
Op het moment dat je 30 centimeter onderlijn zou hebben, dan moet de kaper dus 30 centimeter verplaatsen voordat de lood in werking gezet wordt en de haak in zijn lip gezet wordt. Op het moment dat je maar 10 of 15 centimeter hebt, dan is die afstand gewoon veel korter, waardoor de haak dus sneller in zijn lip komt, omdat de kaper het lood omhoog trekt. Dit is in de winter gewoon erg belangrijk, omdat de kaper dus niet snel veel zou verplaatsen en ook minder met zijn kop zou schudden. Dan is het natuurlijk nog belangrijk dat je jezelf warm houdt. De winter is super koud en je wilt het natuurlijk zelf niet urenlang koud gaan hebben. Zeker aan de waterkant zijn vaak open vlaktes waar de wind zo op staat en dat is echt wel enorm koud. Trek daarom warme kleren aan en in je tent neem ik altijd een kacheltje mee. Bij de Action kun je heel goedkope busjes halen en wanneer je kacheltje zachtjes aanzet zul je het een stuk warmer hebben en kun je het goedkoop toch enorm relaxed hebben. En de laatste tip die ik jullie mee kan geven is: heb een beetje geduld. Het is helemaal vissen en niet vangen, dus op het moment dat je gaat vissen, dan moet je er ook niet van uitgaan dat je altijd kan vangen. Zeker in de moeilijkere winterperiodes is het gewoon erg moeilijk om visjes te vangen. Dan zijn de visjes natuurlijk wel op topgewicht, want ze hebben een flinke vetlaag aangelegd. Dus op het moment dat je dan een visje vangt, dan geeft dit wel echt extra voldoening. En dit zijn dus eigenlijk de belangrijkste dingen die ik aanpas op het moment dat het kouder wordt. En zeker als het eenmaal winter is. Ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben. Hebben jullie hier nog aanvulling op? Laat het dan even weten in de reacties. In de visvideo's gaan we al deze dingen gebruiken. Dus ik hoop dat hierdoor de vangsten wat gaan verbeteren. Zeker op het kanaal. Ik heb de afgelopen tijd natuurlijk ook niet veel kunnen nachtvissen door de vele rotzooi. Dat is natuurlijk een beetje het nadeel van de herfst. Maar verder heb ik er wel weer vertrouwen in. En zeker weer zin in om mijn spullen te gaan pakken en een paar nachtjes te gaan vissen. Ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben. Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dit nog niet hebt gedaan. Dan was dit de uitlegvideo weer voor deze week. En dan zie ik jullie volgende week weer terug.